Ik ben Teun Mulder, dataregistratiespecialist bij Hitma. En vandaag staan we bij Eurofins Proxy Laboratories in Leiden, waar recent het JRI dataregistratiesysteem is geïmplementeerd. Zij maken gebruik van NanoSpy dataloggers die gekoppeld zitten aan de MySeries Cloud omgeving. En vandaag krijgen we de kans om dat achter de schermen te bekijken. Kom mee! Hallo, ik ben Marianne Burre, Business Unit Manager van Manufacturing bij Eurofins Proxy Laboratories. Eurofins is een internationaal laboratoriumnetwerk. We maken deel uit van Eurofins Biopharma Product Testing. Wij voeren testen uit voor onze klanten, testing for life. Dus wat we doen is het inkeuren van grondstoffen, we testen de medicijnen, we voeren stabiliteitsstudies uit op onze medicijnen. Om goede service te bieden aan onze klanten hebben we een monitoring systeem JRI. Leverancier Hitma heeft ten volle tevredenheid dit systeem bij ons geïmplementeerd en zorgt voor de service en onderhoud. De voordelen van de JRI-meetoplossing zijn natuurlijk dat het een draadloze communicatie is en verder verschillende parameters gemeten kunnen worden, zoals temperatuur in vriezers, incubatoren, maar ook het inlezen van universele meetkanalen, zoals de deeltjestellers, maar ook de drukverschilmetingen voor de cleanroom. We gebruiken JRI in onze productieruimtes, de cleanroom, om de drukmetingen te controleren, maar ook de deeltjestellingen, temperatuur en luchtvochtigheid. Daarnaast gebruiken we het voor de opslag en uitvoer van testen. Dus in de stabiliteitskamers wil je natuurlijk weten welke luchtvochtigheid de ruimte heeft, welke temperatuur de ruimte heeft. Maar ook als je testen uitvoert, moet het binnen bepaalde condities zijn. De loggers komen bij ons binnen, die wij vervolgens aanmelden in het MySeries Cloud softwareomgeving. Met de aangeleverde lijsten kunnen wij de benaming aan de loggers geven, de loginterval, de grenswaarde instellingen. Dit hebben wij vooraf voorbereid, zodat we eigenlijk op locatie de loggers alleen maar hoefden te plaatsen op de gewenste meetposities. Mocht er een overschrijding zijn in de temperatuur, dan komt er een melding in de app op je telefoon. Je kunt dan meteen kijken wat er aan de hand is. Daarnaast kunnen ook automatische rapportages gemaakt worden. Als je een stabiliteitsstudie doet en je wil weten wat de temperatuur was voor het afgelopen jaar, kan je gewoon een rapport in je mailbox kijken. Dit is heel prettig. Omdat JRI uitgerold is bij alle Europese vestigingen, is het één systeem, één uniform systeem voor al onze klanten. JRI is voor ons bijzonder geschikt omdat het draadloos is. De bediening en het uitlezen is zeer intuïtief. De rapportage kan op elk willekeurig moment uitgedraaid worden. Het andere grote voordeel is, omdat het draadloos is, hoeven er geen gaten geboord te worden in bestaande apparaten, zoals vriezers, koelkasten en stoven. Wij zijn een tevreden klant. De implementatie was makkelijk, is naar tevredenheid verlopen. Het is een gebruikersvriendelijk systeem en voldoet aan al onze eisen.